Het wordt mijn eerste spelen, dus ik ben benieuwd. In de top 10 kan iedereen van elkaar winnen. En de winnaar is eigenlijk van tevoren niet te voorspellen. Dus ja, het ligt echt aan de loting en de vorm van de dag. Dat zal echt het resultaat bepalen. Jean-Paul is al sinds zijn geboorte halfzijdig verlamd. Maar dat heeft hem er nooit van weerhouden om van jongs af aan fanatiek te tafeltennissen. Dan hadden we een tafel en er moest altijd een netje op. En dan moest ik met hem spelen. Nou, ik ben natuurlijk helemaal niet goed. Hij begon eigenlijk met tegen de deur slaan, het balletje. En altijd tafeltennis. In 2015 won Jean-Paul het EK. Sindsdien is hij verzekerd van deelname aan de Paralympische Spelen. Mark, de trainingspartner van Jean-Paul, schat zijn kansen hoog in. He's a type of player which has got a good block, so he can read the game very well. So if he gets that right on the day, he's going to be very difficult to beat. De moeder van Jean-Paul gaat mee naar Rio. Ik ben ook heel benieuwd hoe het allemaal gaat en hopen natuurlijk dat Jean-Paul goede resultaten boekt. It's a really exciting thing. He's got a really good chance and I know he's been training very hard for many months now, so I wish him all the best. Ik moet gewoon zorgen dat ik mijn uiterste best doe en goed speel. En dan kijk ik wel wat er gaat gebeuren. 8 september speelt Jean-Paul zijn eerste wedstrijd.